Zo, zoals je kan zien is dit schild gescheurd. En aan deze kant ook, hier bij mijn vinger. Wat we gaan doen, we gaan er een speciaal plaatje van maken. Zodat hij weer goed omhoog houdt. En niet direct weer uitscheurt. Dus dat gaan we nu even doen. Twee uur later, maar daar zijn we er. En daar staat de Toyota Verso met bijgeluiden. Ik heb al even gekeken wat er aan de hand is. En mevrouw zelf ook al. Mevrouw heeft er wel verstand van. Die werkt namelijk bij ons. Die werkt in Nederland bij Dispatch. Onze planners. Hey, ze komt er even bij staan. Dus die zorgt ervoor in Nederland dat wij ons werk krijgen. Dus ja, die moeten we wel helpen. Dus ik ga van mijn knieën zitten. En dan laat ik jullie zien wat er aan de hand is. Zo. Dat is dit schild. Nou, je hoort hem al. En ziet hem al bewegen. Die ligt los. Dus we gaan hem opklikken. En dan gaan we hem vastzetten. Netjes. Dus, nog weer bijgebouwd. Omdat dat dan ook gelijk vloers was. Mijn schoonvader die had een klapvoet. Oh, dus ja. Dat is een beetje lastig. Ik heb hem dan wel goed op de hand remmen. Dat is goed wel. Volle maar schoonmoeders auto rijdt. Nee, dat hopen we niet. Sorry, maar mag ook lenen. Oh. Maar zij woont dan ook echt gewoon fulltime in. Na 9 maanden per jaar ongeveer zit ze hier normaal gesproken. Met corona is het nu iets korter geweest. Maar normaal gesproken zit ze 9 maanden per jaar hier en 3 maanden per jaar in Noord-Groningen. Oh, kijk. Ook een raar stukje rijden dan, als ze dat ook zo per jaar doen. Ja. Ja, maar ja, goed, je gaat. Eén keer heen en één keer terug. Ja, dat is ook weer zo. Zij rijden we dan wel in één keer? Of dus dat... Zo, zoals je kan zien is dit schild gescheurd. En aan deze kant ook, hier bij mijn vinger. Wat we gaan doen, we gaan er een speciaal plaatje van maken. Zodat hij weer goed omhoog houdt. En niet direct weer uitscheurt. Dus dat gaan we nu even doen. Ja. Ja, ik denk dat ze een beetje bang zijn dat het onprofessioneel eruit ziet of wat dan ook. Ja, maar ja, daar heb ik ook wel invloed op hoe het er dan uitziet. Ja, dat lijkt mij ook, maar ja. Helaas hebben we daar weer helemaal niks over te zeggen hier. Nee. Ah, mogen we in principe ook niet klagen. Tenminste, de werkkleding die we hebben is gewoon fantastisch. Tenminste, gewoon goed. Speciale beugeltje, die gaan we er tussen zetten. En dan kijken of die aan de andere kant ook moet. Zo niet, dan zit hij gewoon goed. Thank you.
Het hitteschild zit er vast. Aan de ene kant heb ik een extra plaat gemaakt om hem goed vast te zetten. En ook om de tank heen gebogen, zodat hij helemaal goed vast zit. En aan de andere kant heb ik de ring iets verplaatst, zodat hij daar ook gewoon goed vast zit. Dit was in principe de laatste voor mij voor vandaag. Ik ga weer terug naar de camping toe. Mocht er wat tussendoor vallen, dan pakken we die natuurlijk mee. Zo niet, dan zie ik jullie daar. Dus waarschijnlijk tot zo. Camping en dan kom je een oude bekende tegen die ik hier vorig jaar ook ontmoet heb en in Nederland ook, maar met een iets ander verhaal. Wat was dat verhaal? Ja, dat zou je willen vertellen? Ja, dat wil ik graag vertellen. Saabrijder Puursang. Nou, we hebben het mooi kapot, maar kennis gemaakt op de camping, geen problemen. De eerste dag ik ga werken, terug naar Amsterdam. Mijn auto valt uit in mijn woonplaats en wie kon me helpen? De eerste werkdag. Na zijn verblijf in Frankrijk. Morgens vroeg beginnen, meld me aan. En ik zie wel een heel bekende naam en plaats, auto en alles in mijn scherm staan. Maar het is weer goed gekomen. Want ja. Het was wel een aardig kawaii, denk ik. Ja. Er zat geen olie meer in het blok en de motor was gewoon klaar. Nee. Weggesleept, jij hebt de auto gerespecteerd. En er zit inmiddels weer een rouwmotor in. Dus het oude Saapie, dus niet deze. Die rijdt weer als trein. Kijk, komt het toch altijd nog goed? Ja, dit jaar niet, hè? Dit jaar gaan we gewoon terug naar Nederland en jij gaat gewoon weer beginnen met werken. We drinken nog wat lekkers en dan gaan we weer veilig naar huis. Precies. Dat was ook het einde van deze vlog. Vond je het nou een leuke vlog? Laat dan een duimpje achter en vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer. Fijne dag. Heb je wel eens een lampje en weet je niet wat het doet? Kun je gerust de Wegenwacht bellen. Of kijk een van onze vlogs. Daar komen de meeste ook in voor. En als je toch aan het kijken bent, kun je tegelijkertijd abonneren.